De mensen die bij mij komen, die worstelen vaak al best wel lang met het aannemen van de verkeerde mensen. Ik heb ook bedrijven geholpen waarbij de groeidoelstelling gewoon ver achterbleef. Omdat ze iedere keer mensen aannamen die ook weer heel snel waren vertrokken. Het kost geld, kost reten van energie, het frustreert. Iemand kan heel goed passen binnen een rol. Maar als hij niet past binnen je cultuur, dan houdt het ook op. Allemaal in pak, daar vond ik wel iets van. De ervaringen die je opdoet, dat heeft gewoon impact en invloed op je vooroordelen. Of AI volledig de mens kan overnemen, nee, dat denk ik niet. Van harte welkom bij weer een nieuwe video hier op CVD-TV. Ben je aan het luisteren naar onze podcast, ook van harte welkom. Nieuwe medewerkers aannemen als ondernemer die niet passen bij je organisatie, dat kan je heel veel geld kosten. En om dat te voorkomen, helpt mijn gast bedrijven met het aantrekken en inzetten van de juiste mensen op de juiste plek. Sterker nog, ze schreef er een boek over, De Perfecte Match. En ze is mijn gast, Kirsten de Roo. Kirsten, van harte welkom. Dankjewel. Is geld de enige schade voor een bedrijf als je verkeerde mensen aanneemt? Nee, dat is vaak wat eigenlijk nog het grootste probleem is, wat ik heel vaak terughoor ook van bedrijven als ze bij me komen, dat het hun gewoon ongelooflijk veel energie kost. Ja, en dat is het hoop frustratie en het gaat ook ten koste van de collega's. Dus geld is vaak een indirect gevolg, zeg maar, de kosten. Maar wel harde euro's, hè? Want je noemt zeker het boek, harde euro's. Ergens, volgens mij iets van tussen de 40 en de 100.000 euro. Ja. Waar is dat op gebaseerd? Nou, het is eigenlijk, ze zeggen, tot anderhalf jaar salaris kan het kosten. En dan gaat het niet alleen maar over de salariskosten zelf, maar het gaat ook inderdaad over de werving en selectiekosten. De kosten dat je iemand hebt ingewerkt en dat diegene weer weggaat. De productiviteit die omlaag gaat. Eventueel ziekteverzuim wat omhoog gaat, omdat de druk op de werkvloer toeneemt. Hè, omdat er te weinig mensen zijn en de huidige collega's kunnen dat niet aan. Dus er zijn heel veel dingen die wat gevolg is daarvan, wat niet zozeer wat je niet meteen merkt, maar wel wat uiteindelijk gewoon op de lange termijn heel veel geld gaat kosten. Ja. Hoe erg is gesteld, zeg maar, met het aannemen van alle niet de juiste mensen, de ondernemers? Best erg. Nou ja, weet je wat het is? Als ondernemer start je vaak je bedrijf niet nou zozeer met het doel dat je graag mensen wilt aannemen. Nee. Je start je bedrijf omdat je een gat in de markt ziet of vanuit een eigen frustratie of vanuit een bepaalde passie of wat dan ook. Maar daarna komen de mensen. Ja, het doel is niet, ik wil heel veel mensen gaan aannemen als dat concept. Is niet, nee, dat is niet het doel wat ondernemers hebben. Dus is ook niet je vak. Nee, zeker niet. Dus op het moment als je dan gaat groeien en je besluit om mensen aan te gaan nemen om die groei te kunnen waarborgen, dan wordt het op buikgevoel. Zometeen iets meer over wat je zelf doet, maar waarom een boek? Nou, omdat ik merkte hoe groot het probleem eigenlijk is. De mensen die bij mij komen, die worstelen vaak al best wel lang met het aannemen van de verkeerde mensen. Het zijn vaak ondernemers die een bedrijf hebben opgebouwd en die al een aantal jaar eigenlijk daarmee aan het struggelen zijn. En op een gegeven moment zo zat van zijn dat ze soms letterlijk gewoon het plezier verliezen in het ondernemen. En weet je, dat is gewoon niet nodig. Mensen zijn gewoon ongelooflijk belangrijk voor een bedrijf. Ja. Ik bedoel, zonder de juiste mensen kun je dat eigenlijk wel vergeten. Zeker als je wil groeien. Ik heb ook bedrijven geholpen waarbij de groeidoelstelling gewoon ver achterbleef. Omdat ze iedere keer mensen aannamen die ook weer heel snel waren vertrokken. Ja. Of doordat het gewoon de verkeerde mensen waren, hè, tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Of omdat ze niet konden waarmaken wat ze beloofden aan die nieuwe mensen. Ja, ook zo'n ding. Waardoor mensen weer heel snel waren vertrokken. Ja. Dus het belemmert je aan alle kanten. Het kost geld, het kost reten van energie. Het frustreert, niet alleen bij de ondernemer, maar ook bij dus de huidige medewerkers. En ja, dat is gewoon niet nodig. Hoe belangrijk is de rol van de persoon zelf, van de ondernemer zelf? Ja, heel belangrijk. Kijk, waarom? Wat ik aangaf, als ondernemer start je bedrijf vanuit een bepaalde passie. Of vanuit in ieder geval een bepaalde behoefte of wat dan ook. Nogmaals, niet omdat je nou zo graag mensen wilt aannemen. Maar op een gegeven moment als je gaat groeien, is het heel erg belangrijk dat je ook weet van God, wie ben ik nou eigenlijk? En wat wil ik zijn? Waar sta ik voor mijn bedrijf? En hoe zie ik mijn eigen rol daarin? Ben ik nu ondernemer of ben ik directeur? Want dat zijn twee hele verschillende rollen. Mm. En de rol waar je voor kiest, dat heeft heel veel invloed uiteindelijk op de mensen die je nodig hebt om je heen. En hoe belangrijk is het dat je niet alleen jezelf, dat je reflecteert op jezelf en je eigen rol die je wil spelen in zo'n groeipad. Hoe belangrijk is het om, zeg maar, om je strategie helder te hebben? Ja, dat komt daarna. Weet je, wat ik heel veel zie, is dat ondernemers ad hoc werven. Houden ze van. Dus vandaag is vandaag, morgen is morgen. We zien het allemaal wel.
Ja, weet je, dat kan best wel werken op de korte termijn. Maar uiteindelijk loop je gewoon spaak. Mm. Omdat je, zeker nu in deze arbeidsmarkt, dat je niet de juiste mensen kunt vinden. En dan ga je iemand aannemen waarbij je eigenlijk al twijfel had. Maar ja, je moest iemand hebben, nergens op gebaseerd. Nee. Dus, ik vond ze mooi in je boek, schrijf je anders dan ren je met je hoofd naar beneden. Ja. Dat vond ik een mooie uitspraak. Ja, je bent inderdaad aan het rennen, maar je hebt geen idee waar naartoe. Nee. En misschien dat je ergens ideeën hebt, maar de middelen of de dingen die je in moet zetten om een bepaald doel te bereiken, dat is heel ad hoc ingericht. Dus kun je ook geen goede mensen aannemen, nee. Want je weet niet op basis waarvan. Nee. Want het is dan heel erg gericht op het nu. Mm-hmm. Maar terwijl misschien in de toekomst kunnen het hele andere mensen zijn. Dus, en dat maakt het gewoon heel erg lastig. Dus je moet een bepaalde strategie hebben die ook gericht is op die lange termijn. Laten we eens kijken wat er allemaal misgaat. Een term die jij, of tenminste een metafoor die je veel gebruikt, is het schaap met de 5 poten. Ja. Leg eens uit. Ja, wat je gewoon ziet is dat werkgevers allerlei eisen stellen aan medewerkers. Omdat ze denken dat dat dan de juiste persoon is, wat gewoon niet haalbaar is. Mm-hmm. En ze moeten een bepaald opleidingsniveau hebben. Ze moeten zoveel jaar ervaring hebben, maar het liefst toch eigenlijk net jong. Want dan kosten ze nog niet zoveel. Dus het is de combinatie van ervaring, specifieke opleiding, leeftijd. Wat eigenlijk niet mee mag worden genomen, maar wat gewoon heel veel nog wordt gedaan. Maakt dat het gewoon dat het heel moeilijk is om die mensen te vinden, want die bestaan gewoon niet. Nee. En wat daarbij nog is dat het dat vaak kopieën van zichzelf worden gezocht. Mensen die op zichzelf, die aan zichzelf doen denken, of die topmedewerker in het team die het zo goed doet, of waar ze een goede klik mee hebben, waar het gezellig mee is. Dus ja, dat alles samen maakt uiteindelijk dat het gewoon niet de juiste mensen zijn die je nodig hebt. Een van de andere risico's die jij schetst is dat mensen soms te snel nieuwe mensen willen aannemen. Ja. Terwijl het misschien eigenlijk helemaal niet nodig is. Hè? Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, mensen kunnen zich ontwikkelen. En vaak hebben bedrijven veel meer ontwikkelpotentieel al in huis hebben. Mm. Waar ze helemaal niet bewust van zijn. Dus dan gaan ze mensen aannemen. Waarvan ze dat ook in huis hebben. En het is natuurlijk heel erg zonde als je mensen hebt die goed functioneren, waar je heel tevreden over bent, die je graag wilt behouden. Mm-hmm. Maar die vervolgens vertrekken omdat ze zich niet verder kunnen ontwikkelen bij jou. Dus dan is het heel belangrijk om eerst te kijken van wat heb ik eigenlijk in huis? Welke mensen kan ik ontwikkelen? En welke mensen heb ik dan ter aanvulling daarop nodig? Hoe ver gaat jouw dienstverlening daar overigens in? Als jij voor opdrachtgevers werkt, richt jij dan zo'n heel proces voor ze in? Of wat doe jij dan precies? Ja, vanuit de trainingsprogramma's leer ik de IMKB-ondernemer om dat zelf in te richten. Dus ik help ze daarbij, maar uiteindelijk moet ze het zelf gaan doen. Je wil de juiste mensen vinden, maar dat niet alleen volgens mij. Het zou ook prettig zijn als je ze dan gevonden hebt dat ze ook een fit zijn en dus lang blijven. Hè? Precies. Hoe zorg je daarvoor? Nou ja, weet je, dat begint eigenlijk bij die strategie. Dus dat ondernemers moeten naar zichzelf kijken. Wie ben ik als ondernemer? Waar staat mijn bedrijf voor? Wat wil ik bereiken? Wat zijn mijn doelstellingen op korte en lange termijn? En welke mensen heb ik daarvoor nodig? En wat betekent dat voor competenties, de kennis die ik nodig heb? Type personen die ook in de cultuur moeten passen. Want dat moet ook nog eens mee worden genomen. Ja. Ja, want iemand kan heel goed passen binnen een rol. Maar als hij niet past binnen je cultuur, dan houdt het ook op. Dus binnen de structuur. Dus binnen een corporate organisatie heeft natuurlijk hele andere structuren en regels, procedures als een skill-up bijvoorbeeld. Ja. Dus daar moet je allemaal naar kijken. Het onboarden is ook een ding om wat je fout en goed kan doen, hè? Ja, nou ja, weet je, onboarden wordt vaak in verband gebracht met inwerken. En inwerken is ook echt wel een onderdeel van die hele onboarding. Maar in feite begint dat veel eerder. Hè? Want op het moment als je mensen gaat spreken in die werving en selectiefase, dan deel je bepaalde verwachtingen van over hoe het is om bij je te werken, over hoe het is om in die rol te werken, hoe de cultuur is, de structuur, ontwikkelmogelijkheden, et cetera. Dus uiteindelijk gaat kiezen jullie voor elkaar, de medewerker en de werkgever, om dan die relatie aan te gaan. Maar die verwachtingen die zijn geschetst aan de voorkant, die moeten ook allemaal wel uitkomen. Dus het is ook heel belangrijk als iemand gaat starten, dat iemand ook echt in die rol terechtkomt, wat van tevoren is aangegeven. Ja. En ook vanuit de cultuur. Ja. En daarna is het heel erg belangrijk dat je zeker die eerste 90 dagen wel een goed inwerkplan hebt. Dat iemand ook echt gedijt binnen die organisatie en binnen zijn rol. Een paar dingen die ik nog met jou wil behandelen. De rol van vooroordelen en aannames. Om als te beginnen met je eigen vader. Niet alle mannelijke managers in een strak pak zijn als jouw vader. Hè? Ja, precies. Ja, vertel eens. Ja, dat is toen ik dat begon met werken. Ik heb bij een uitzendbureau was dat. Mijn allereerste baan als intercedent.
En dan moest ik ook op bedrijvenbezoek. Ja, en allemaal in een pak, daar vond ik wel iets van. Ze waren allemaal spiegels van je pa. Ja, precies. Mm. En op dat moment realiseerde ik me dat helemaal niet. Het was gewoon zo. Dus die waren ook gewoon dominant. En het was zo, ja. Ik vond ze maar arrogant. En, ja. Nou ja. Ze konden niet veel goed doen. Precies, noem maar wat. Maar gaandeweg, ik heb natuurlijk ook, en dat is ook belangrijk, dat is ook wat ik noem in mijn boek, zelfreflectie is gewoon hartstikke belangrijk. Sowieso als mens, maar ook in je rol als ondernemer. Mm-hmm. Maar ja, ook vanuit mijn jonge leeftijd op een gegeven moment dacht ik wel van ja, dat is toch ik wel... Ik moet iets met die rol van mijn vader. Ik moet ook iets met die rol van mijn vader, ja. Maar het maakt je wel bewust van de dingen die je zelf mee hebt gemaakt. Hoe je bent opgevoed, de ervaringen die je opdoet. Ja, dat heeft gewoon impact en invloed op je vooroordelen. Ja. Dat is gewoon zo, dat heeft elk mens. Maar het is wel goed om daar bewust van te zijn. Want als je dan mensen tegenover je hebt zitten die je daarmee associeert. Ja, en het zijn negatieve ervaringen. En dan sta je al 3-0 achter. Terwijl het niet, ja, je doet diegene daar niet geen recht mee. Nee, ik heb bewust geen pak aangedaan. Het heeft inmiddels een plek. Ja, zeker. Ja, oh, gelukkig. en wat je natuurlijk ook heel veel ziet als het gaat om dit onderwerp. Is natuurlijk alle vooroordelen en aannames omtrent vrouwen. Ja. Mannen die Ahmed heten. Om even concreet te maken. Ja. Wat vind jij daarvan? Ja, weet je, uiteindelijk gaat het erom dat je mensen kiest die het beste passen op de rol, in de functie en binnen de werkomgeving. En of ze nou inderdaad Ahmed heten, Helen, Jan, dik, dun, man, vrouw, maakt niet uit. Het gaat erom welke waarde zij bieden in die rol. Het gebeurt alleen niet. Nee. En dan kan je net zeggen van nou, we gaan een vrouwenquotum hanteren of we gaan mensen anoniem laten solliciteren. Ja, weet je, ik zie dat meer als symptoombestrijding. Want op het moment dat je bijvoorbeeld een vrouwenquotum gaat doen, maar binnen de cultuur heersen er bijvoorbeeld bepaalde vooroordelen over dat vrouwen niet in de top horen of dat vrouwen dat niet kunnen of wat dan ook, dan kan je wel een quotum doen. Maar als die cultuur, dat vooroordeel daar nog steeds heerst, dan popt het daarna wel weer op. Net zoals zij bijvoorbeeld mensen die Ahmed heten, bewijzen van. Als daar heel veel vooroordelen over heerst in die cultuur. Ja, dan, als diegene dan gaat beginnen in die omgeving, die gaat gegarandeerd problemen krijgen. Dus weet je, dat soort dingen, net zoals anoniem solliciteren ook. Ja, want dat zou mijn volksvraag zijn. Wat vind je daarvan? Ja, weet je, kijk, als je zegt van ik zou het misschien zelfs wel willen als werkgever. Dat ik zeg van, ik wil een aantal zeg maar mensen zien in een tekst of whatever. Maar ik hoef niet te weten wie, of het een man of een vrouw is. Ja. Of wat zijn naam is of haar naam of whatever. Ik wil gewoon checken op een aantal vragen. Ja. Of iemand past in het profiel wat ik zoek. En dan zien we daarna wel. Zodat ik, want ik kan me voorstellen dat ik heb ook vooroordelen. En ja. die zitten er gewoon bij iedereen volgens mij in. Ja, het is ook zo. En dus als je jezelf daarvoor wil afschermen, dan zou anoniem solliciteren toch een oplossing kunnen zijn, of niet? Of is dat dan weer symptoombestrijding? Nou ja, weet je, het is niet zwart-wit. Maar ik denk dan, hoe ik het zie, is van op het moment als je daar bewust van bent en je wilt gewoon echt selecteren op de inhoud, dan maakt ook die leeftijd niet uit. Of het geslacht maakt dan ook niet uit. Dus ja, weet je, dus kijk gewoon naar degene wie diegene helemaal is, met alles. Ja. En zeker als het daarna ook dat je ook bewust van bent hoe dat dus werkt binnen de cultuur. En als je daar ook gewoon voor open staat, dat je zegt van nou, iedereen is bij ons welkom, ongeacht achtergrond, afkomst, nou, et cetera, leeftijd. Maar we willen gewoon echt de beste mensen binnen onze organisatie die echt passen bij ons. Weet je, ik denk dat dat al heel veel scheelt. Want dat je dan ook al veel meer gaat selecteren op basis van die criteria. En natuurlijk, 100% objectiviteit is niet mogelijk, is ook niet haalbaar. Maar wat zou de meerwaarde zijn van anoniem solliciteren op het moment dat jij zelf ook al bewust daarvan bent en zegt van ik wil gewoon de juiste persoon op de juiste plek. Dan ga je al veel bewuster selecteren. En dan ben je ook bewust van het feit van iemand is 53 bijvoorbeeld. Maar ik zie wel heel erg de potentie van dat hij of zij die rol goed kan. En dan nog de rol van technologie. Ik vertel net al even vooraf dat ik gisteren zeer geïnspireerd raakte door een dame die een bedrijf had en die op basis van AI vreselijk goede resultaten haalde in dit vakgebied, zeg maar. Hoe zie jij die rol van technologie en van ontwikkeling als artificial intelligence? Nou, ik denk dat technologie een hele goede aanvulling kan zijn als ondersteuning. Of AI volledig de mens kan overnemen, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat selecteren blijft nog steeds mensenwerk. Omdat ook
Het is nog steeds ook niet bewezen hè, dat AI ook volledig betrouwbaar is, vooralsnog. Ik heb misschien de laatste ontwikkeling dan gemist. Precies, nee, daar had zij inderdaad aardige resultaten. Ja. Maar daarvoor was ik zo onder de indruk ook. Ja, precies. Inderdaad aantoonbaar, ik geloof zelfs wetenschappelijk. Ja. Maar ik connect je met haar, dus dan kun je het verder uitzoeken. Maar ik was zeer onder de indruk dat ze inderdaad hele goede resultaten had. Zowel over de efficiëntie van het proces, zeg maar, dus over de fit. Ja. Als ook over de resultaten die mensen haalden na een anderhalf jaar of zoiets werken bij dat bedrijf. Ja. Dus had echt wel... Ja, maar dat is wel interessant, zeker. Ja. En die ontwikkelingen blijven natuurlijk ook doorgaan. Het is alleen de vraag van buiten het feit of iets wetenschappelijks ook echt werkt of niet. Of dat je het ook wilt. Ja. Het gaat ook om beleving. Een kandidaat die op gesprek gaat, wil die een gesprek voeren met bijvoorbeeld een robot. Ja. Ja, weet je, het menselijke aspect is denk ik nog steeds wel een heel belangrijk aspect in die selectieprocessen. Dus ik geloof wat dat betreft ook echt in een combinatie. Dat hè, wat ik aangaf, mensen... selecteren blijft mensenwerk. Mm-hmm. Maar AI kan zeker een goede aanvullende methode zijn. Ook om die objectiviteit te versterken. Ja, en ik kan me ook wel voorstellen, dat was wel een beetje de context waar dit verhaal ook over ging. Dat zij werkte heel veel voor de echte grote corporates. Ja. En dan had je het over, bij wijze van spreken, weet ik veel, duizenden sollicitanten. Ja. Die dan door zo'n tool werden gejast. En dan kwam er een selectie. Ja. Terwijl wat jij schetst is natuurlijk in veel gevallen is de MKB-ondernemer. Ja, klopt. Hè, met zijn eigen bedrijf. Precies. En dan kan ik me inderdaad voorstellen dat het niet werkt. Nou, dat is een groot verschil. Hè, met bulk vacatures, wat je zegt, voor hele grote organisaties. Het gaat ook natuurlijk om efficiëntie. Weet je, want dat die mensen onvoldoende zijn om al die selecties te kunnen doen. Dus dan is ook AI in dat geval kan een hele mooie aanvullende tool zijn. Maar als je het hebt over kleinere bedrijven, dan is het wel een ander verhaal. Ja. Hebben we nog iets vergeten uit je boek? Wat gewoon ook belangrijk is dat op het moment als je mensen gaat aannemen, dat je ook kijkt naar de toekomst. Dus dat je inderdaad, dat is ook al eerder aan bod gekomen, niet alleen maar nu, maar ook waar ga je uiteindelijk mensen in ontwikkelen? Vanuit de potentie die ze hebben, zodat ze ook mee kunnen groeien met je bedrijf. Ja. Dus het stopt ook niet op het moment als je mensen hebt aangenomen of je hebt ze een onboarding gegeven. Van daaruit gaat het gewoon verder. Dus het ontwikkelen van mensen zou ook gewoon een vast onderdeel moeten zijn van die strategie. Om ook zo voor te zorgen dat mensen relevant blijven voor je bedrijf. Ja. Ja. Mark, dank voor dit gesprek. Ik vond het overigens een erg leuk boek. Complimenten. Dank je wel. Dus voor de mensen die kijken en voor de mensen die luisteren. En je bent bezig met groeien en mensen aannemen. De perfecte match van Kirsten de Roo. Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Jij ook, dank je wel. En dank je wel voor weer het kijken naar een video hier op 7D-TV. En als je hebt geluisterd naar de podcast ook. Dank je wel voor het luisteren. Abonneer je op de podcast, want dan mis je helemaal niks meer. En zit je nou op YouTube te kijken. Hieronder vind je de abonneerknop. Klik hem aan en je mist helemaal niks meer. Want elke week hebben we weer meer van dit soort nieuwe toffe gesprekken. Voor nu, dankjewel. Hoi.